Dirk Marcellus, laten we de zaken positief benaderen. Opnieuw de nul gehouden, opnieuw een punt van NAC. Ja, dat is positief. Als we het negatief gaan benaderen, geen enkele kans of nauwelijks iets gecreëerd? Geen enkele kans niet. We hebben één goede kans gecreëerd met Menno Koch uit een standaard situatie. Ja, een kopballer. Ja, inderdaad. Ik ben het wel met je eens dat het absoluut beter moet. Guillaume Fernandez speelt nu echt op een eiland. Heel veel moeilijke ballen, weinig bruikbare ballen, kan heel weinig uitrichten. En ja, wij moeten als team zorgen dat we hem beter in stelling kunnen gaan brengen. En Adnane, Tigo de Winnie, vandaag ook te ver op eigen helft. Die moeten proberen dichter bij de goal van de tegenstander te krijgen. Het is een soort van gedwongen en een soort van dat we nog niet de oplossing vinden. En hoe je begon met positief benaderen. Nou ja, we hebben in ieder geval gezorgd dat de organisatie goed staat. Dat was tegen Willem II, dat was vandaag weer. Nu moeten we gaan zorgen dat we aan de bal rustiger worden, dat we de oplossingen gaan vinden, dat we weten hoe we mensen vrij kunnen spelen en van daaruit kansen creëren. Dat moet absoluut een stuk beter. Is dat een kwestie van tijd, een kwestie van trainen? Dat is absoluut een kwestie van trainen, het is ook een kwestie van wedstrijden spelen met elkaar. Je merkt toch dat ze steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Nu vandaag doet Ruben Lijon voor de eerste keer mee en die speelt gewoon moeiteloos mee. Dat zijn allemaal pluspunten en nu moeten we kans gaan creëren. De eerste helft, het was een aardig staaltje betonvoetbal, hè, vandaag. Ja, nou ja. Je bedoelt het niet veroordelend, hè? Nee. De positie waar NAC in zit. Ja, kijk, de eerste seizoenshelft, daar was ik dan zelf niet bij, maar er zijn heel veel tegendoelpunten gevallen. En nou ja, de trainerraam erop, we gaan eerst zorgen dat we een goede organisatie hebben staan. Nou ja, dan is het betonvoetbal. Ik denk dat we gewoon een hele lastige ploeg zijn om tegen te spelen. En wat ik zeg, nu moeten we zorgen dat we een kans gaan creëren en dat we aan de bal wat beter worden. En dan kunnen we helemaal een gevaarlijk team worden. Nou, dat is positief benaderd. NAC is wel een hele taaie ploeg geworden, denk ik, voor een tegenstander. Ja, het is niet meer zo dat je even thuis tegen NAC als een Excelsior een paar kansen creëert en een paar goals gaat maken. Dat hebben we voor elkaar nu. We blijven hameren op de dingen die beter moeten. En we gaan ook zeker aanstippen wat we goed hebben gedaan. Ja, stapje voor stapje, maar uiteindelijk moet die overwinning, die punten, moeten er wel gaan komen natuurlijk. Ja, dat ben ik met je eens. Twee keer een punt heb je er niet zoveel van. Je kan beter één keer winnen. Dat zullen we de volgende stap moeten doen. We spelen thuis PSV, thuis Vitesse. Wat ik zeg, we zijn een hele lastige ploeg tegen spelen. En dan moeten we dan ook weer twee keer bewijzen tegen een ploeg die zeker PSV, die bovenaan staat voor kampioenschap meedoet. Dat wordt de volgende wedstrijd weer.